Dan was er een issue bij SMS, waar plotseling in de kranten verkoop van een boot, Marataka, tevoorschijn kwam. We hebben als regering direct ingegrepen. De raad van commissaris en de directeur van SMS ook laten komen. En alle zaken doorgenomen. En het besluit van de regering is dat voorlopig de verkoop gestopt wordt. En dat er een hele inventarisatie komt bij SMS. En dat er een goed rapport komt, technisch rapport, met betrekking tot die boot, de status van de boot, de kwaliteit van de boot. Zodat we een goede beslissing als regering kunnen nemen. Vervolgens hebben we in dit kader ook al eerder beslist en er zal goedkeuring geven in de Raad van Ministers om ook het probleem van file in Kommerwijnen op te lossen, dat we 2 veerboten gaan aanschaffen. En dat er binnenkort een bekendmaking komt van expression of interest. En dat deze 2 veerboten roll-on, roll-off ingezet gaan worden, meer zorg Paramaribo. Om zoveel mogelijk verkeer van de file weg te halen en een beetje dienstverlening te verbeteren, maar ook zorg dragen dat ook heel wat burgers gebruik kunnen maken van de veerboot voor de oversteek.